Ik ben Carolien Munsters, ik ben inspanningsfysioloog voor paarden. Ik doe dus onderzoek eigenlijk naar de belasting en belastbaarheid van een paard tijdens prestatie, tijdens inspanning en relatie op naar blessures en hoe we prestatie kunnen verbeteren. De cursus Sport Horse Management is goed voor ruiters denk ik en trainers om meer te begrijpen over hoe je een paard kunt trainen. Dat je dus ook meer gaat begrijpen wanneer train ik intensief, wanneer train ik zeg maar niet intensief. Hoe piek ik nou naar mijn wedstrijd toe, wanneer zorg ik dat ik voldoende herstel krijg en om eigenlijk zo optimaal mogelijk je paard voor te bereiden op de wedstrijden. We hebben vandaag vooral de cursisten kennis laten maken met de hartslagmeter. Ze hebben zelf ervaren wat inspanning is, dus wat is lage inspanning, wat is je maximale hartslag bijvoorbeeld. En we hebben gekeken hoe dat zit bij een paard, hoe zich dat verhoudt voor een dressuurpaard, voor een jong paard versus een doorgetraind paard. We hebben paard en ruiter gemeten, waarbij we dus vooral ook de interactie tussen ruiter en paard analyseren om te zien wat dat betekent voor het huidige trainingsprogramma en voor de belastbaarheid. Toen we in de praktijk gingen en dat Karin met haar paard zeg maar de werkpirouettes ging rijden, dat ze aan de buitenkant allemaal denken, nou dit is echt zwaar voor het paard. En dan kijken ze naar de hartslag en dan is het eigenlijk niet zwaarder als een warm-up galopje. Nou, en dat is dus het verschil, het individuele verschil tussen paarden. Voor het ene paard is het intensief en voor misschien een goed getraind Grand Prix paard is het eigenlijk helemaal niet zo intensief. En kan dat dus ook weer een les zijn naar het verbeteren van je trainingsprogramma. Ik ben Kim Huygen. En ik doe de cursus Sport Horse Manager. Vooral voor verdieping in voeding, trainingsintensiteit, spieren, pezen en dergelijke. Hoop ik dus dat ik vanwege die kennis blessures kan voorkomen. Hopelijk prestaties nog meer kan verbeteren. Want ik denk dat er op dat gebied nog heel veel te winnen is. Mijn partner Michel Hendricks en zijn familie hebben natuurlijk de grote stal Hendricks. En Michel en ik zijn naar een nieuwe locatie gegaan vanwege dat we ons meer op de sport wilden concentreren. Hoe hoger het welzijn van het paard, dus hoe beter die zich voelt, hoe gelukkiger die is, hoe fitter, hoe beter de prestatie ook. En dat hangt denk ik heel erg samen. En ik denk dat met deze cursus daar heel veel informatie nog wat wij kunnen gebruiken bij toegevoegd kan worden. Afvoelen van de paarden bijvoorbeeld, ook dat zijn dingen dat gebeurt eigenlijk automatisch omdat je elke dag die paarden uit stal pakt. Maar hier zo leer je precies die pezen af te voelen en ook de spieren. En daar door dat elke dag te doen ben je ook al sneller voorbereid. Als je denkt van hé, er zit een kleine verandering in, dan kun je al veel sneller bijvoorbeeld een dierenarts erbij roepen om even te controleren. Met voeding zijn we toch nog wel, proberen we nog een stapje te maken. Door nog meer te kijken naar welke energiebehoeften verschillende paarden hebben. Want ja, heel vaak als je snel een schep pakt, is het al 1,5 kilo brok bij wijze van spreken. En dan zit je al heel vaak aan te veel. En ja, zulke kleine dingetjes eigenlijk zijn toch al heel belangrijk. Ook al weten we al heel veel, er zijn toch nog een heleboel dingen waar je misschien niet zo ver over nagedacht hebt. Omdat je het gewoon altijd al gedaan hebt, zoals het altijd gedaan werd. En dan vind ik dat dit wel heel veel, nog wel wat eye-openers geeft van de kennis en de onderzoeken wat er nu allemaal alweer gedaan is. Ja. Ik denk iedereen die professioneel bezig is met de paardensport, die kan zich absoluut aan deze cursus nog heel veel kennis vergaren, waardoor ze nog beter prestaties kunnen leveren. Trainingsintensiteit met de hartmeter. Ja. Want vooral, net hadden we dan dus een training gezien van een dressuurpaard op lichte toerniveau. En die vrouw zelf gaf ook aan van, goh, ik denk dat dit een zware training is. En wij waren erop aan het kijken en toen vroeg zij ook van, goh, wat denken jullie, lijkt dit zwaar? Nou, dat paard moest echt best wel gaan zitten op de achterhand. Wij denken dat dit zwaar was, maar je kon aan de hartmeter zien dat het voor het paard gewoon totaal niet zwaar was. En ik denk dat dat wel heel interessant is, ook voor ons, om dat te proberen. Omdat je dan daarmee ook je training nog beter kan krijgen en die paarden nog beter kunt trainen. Maar je denkt heel snel zelf, god, dat was een zware training. Maar het is dus schijnbaar voor het paard nog veel minder zwaar dan dat je zelf denkt.